Beste inwoners van de vijf herenlanden, daar gaan we weer. Dat is wat ik dacht toen ik hoorde van de nieuwe maatregelen. En nu waarschijnlijk ook. De horeca helemaal dicht. De sport aan banden. En vooral met z'n allen thuis blijven. Alles gericht op zo min mogelijk contactmomenten en zo min mogelijk reisbewegingen. Waarom? Nou ja, het gaat niet goed met het aantal besmettingen. Ook niet in vijf herenlanden. Sterker, het gaat slecht met het aantal besmettingen. Er zijn te veel mensen ziek, er gaan te veel mensen dood. En het belangrijkste misschien wel, de zorg kan het op een gegeven moment niet meer aan. De ziekenhuizen zullen volstromen en dat moeten we niet hebben, dat moeten we keren. Maar het is wel een domper voor iedereen, maar vooral voor de horecaondernemers. Voor mensen die hun baan verliezen. Voor het zorgpersoneel dat alles weer van vooraf aan ziet beginnen. Voor jongeren die niet meer kunnen chillen met hun vrienden. Voor mensen die gedwongen thuis moeten werken, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. En daarom mijn oproep, zorg een beetje goed voor elkaar. Kijk naar elkaar om. App wat vaker. Bel, stuur een mailtje, vraag hoe het met iemand gaat. Help een restaurant bijvoorbeeld met het afhalen van een gerecht. Kortom, we zullen elkaar nodig hebben. En een beetje steun kan iedereen in deze tijd wel gebruiken. Het zal best lastig worden de komende weken en ik leef mee met alle ondernemers en inwoners die door een zeer zware tijd heen gaan. We gaan het wel redden met z'n allen, dat weet ik ook zeker. En ik ben hier voor u. Heel veel sterkte.